Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. En vandaag heb ik voor jullie weer een springwedstrijd. Dit is namelijk mijn achtste springwedstrijd, als ik het goed zeg. En ik heb nog 3 winstpunten nodig en dan mag ik naar de L toe. En ik heb nog 2 wedstrijden gepland, zijn dus deze en nog eentje voordat ik op vakantie ga. En ik zou het eigenlijk wel heel erg vet vinden als ik na de vakantie L mag starten. Dus ik heb dus 4 parcours voor punten in totaal nog, vandaag 2. En ik mag er dus maar eentje met een balk of een weigering rijden. Ik hoop natuurlijk dat het niet gebeurt. Of ik moet op andere parcours 2 winstpunten halen. Maar dat verschilt een beetje. En ik ben vandaag op Meneesje Zonnehoeven. Met Mootje natuurlijk. En Mo was gisteren, had hij hele schone benen. Dus ik dacht, ik ga ze niet wassen. Maar natuurlijk heeft hij ze nu weer vies gemaakt. Dus ik heb net een beetje met een emmertje en water wat dingetjes gedaan. En ik heb hem niet geknot. Omdat ik er geen tijd voor had wegens de 24 uur wedstrijd. Want die was dus gisteren. Dus ik kwam vanochtend ook echt zo uit mijn bed. Zo, want ik was gisteravond heel vroeg naar bed gaan. Ik denk dat ik er om 7:30 in lag. Maar ik was echt zo moe gisteravond. En vanochtend was ik al toen mijn wekker ging zo moe. En toen dacht ik aan mezelf als ik dat parcours maar kon onthouden. Maar nu ben ik gewoon weer fris en fruitig. Dus ik denk dat het wel gaat lukken. Maar we gaan het zien. Oké, klaar is. Thank you.
in smoke like a broken dream. Survival kicks in, it's a head rush and I'm dead. Als derde mag naar voren komen, Christine Degerman met Mooi. Gaan we verder naar het tweede parcours. Hier is de eerste prijs behaald en een ereronde rijden op de rechterhand. Ben ik derde geworden. Ik ben echt super blij mee. Ook al ging die echt kapot bij me binnen. Ik ben er echt heel erg blij mee. En bij de ereronde was voor het eerst dat ik een ereronde mocht rijden. Bleef hij gelukkig lekker rustig. Want ik had wel verwacht dat hij zijn speer ging rennen. Maar het bleef gelukkig rustig. En op mijn tweede parcours had ik een balkje, jammer genoeg. Maar ik ben weer super trots op hem. En het is de tweede keer dat ik in de prijzen ben gevallen nu ook. En ik moet nu nog 2 winstpunten. En dan mag ik door naar het L, dus het is heel spannend. Maar ik vond het in ieder geval wel weer super leuk. En wil je nou mijn vorige wedstrijd zien, check dan even deze video. Of wil je nog veel meer leuke wedstrijden zien, check dan even deze afspeellijst. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!